Mensen, welkom. Vandaag zijn we hier met Raad Het Liedje. Zijn we er klaar voor? Mijn grote vrienden. Ik heb hier... Jan Vennegoor liedje. Nee, het is... Major League Anthem. Pippi Langkuis. Zegt in bereik. PS3 opstartmenu. Dankjewel voor het kijken in deze video. Oké, ik heb een paar liedjes. Geen memes vandaag. Geen memes. En als je denkt te weten, klik op de knop, dan stop ik de muziek. Ja. Oké, maar ik stop de muziek sowieso na een tijd. Dan kan je even nadenken. Ja, precies. Gaan we naar het allereerste nummer. Je hebt er heel veel, hè? Ja. Oké. Missie Mark, achtergrondmuziekje. Stormzy, Shut Up, instrumental. Als je dat wilde horen, vind ik het ook goed. Ik wil de echte titel van het nummer. Oké. Onthouden. Hebben we niet een dingetje? Ja, schrijf even op die wc-rol. Gaan mensen janken omdat we op iets schaars aan het schrijven zijn. Er zit me echt geen reet op mensen doen. Oké, zijn jullie klaar voor de volgende? Die was moeilijk, hè, die eerste. Bassie en Adriaan, intro muziekje. Hallo vriendjes en vriendinnetjes. Weet ik veel. Hoe heet het nummer? Dag vriendjes en vriendinnetjes. Nee. Hallo vriendjes. Goed. 2-0. Hallo vriendjes. Laat hij stil. 1 seconde had hij hem. Ik wist ook wel wat het was, maar ik wist het titel niet. Nee, dus dat wist je dus niet. Hallo vriendjes en vriendjes. Oké, klaar voor de derde? Ja. Kijk, zo gaan we er aardig lekker doorheen, jongen. Komt-ie. Pitbull Hotel. Nee, ik laat nog even verder luisteren. Oh. Ik weet het trouwens wel. Pitbull Hotel Room. Nee. Wil je nog raam? Je zit er zeer in de buurt. Pitbull is goed. En ja. Pitbull Hotel Live. Nee. Hotel Room is ook goed, maar er komt nog iets achter. Hotel Room Sex. Dat weet je ging hebben. Nee. Ga je de dus ga je niet raden. Het is Pitbull met Hotel Room Service. Geen puntjes deze ronde. Geen puntjes deze ronde. Helaas. Even dacht ik bij dat tutu dacht ik had niet allemaal verder gehoord. Klaar voor de volgende? Ja. Dit is een makkelijke, dus ik zou... Stel handje weer knop. Wat is dit? Dit is echt een k***meme, dit. Wat is dit? Ah! Ja. Wat is de titel hiervan? Ja, geen idee. Gewoon een Fortnite muziek. Want ik weet de titel, weet ik niet. Oud-Zuid! Is het Oud-Zuid? Ja, jongen! Ik denk fucking veel Fortnite. Luister die eerste twee noten. Ja. Ja, dit is toch Fortnite? Er zijn 4 leuke jongens uit de streek van Bloem. Ja. Crab Rave. Goed. Dit is heel goed. Dit is heel sterk. Uitstekend gedaan. Dit is uitstekend gedaan, ja. Klaar voor de volgende? Ja. Ik zou hier even blijven luisteren. Jan Vennegoor, dit. Drup. Ik zou even goed luisteren. Je hebt hem nog de kans. Is dit een meme? Oh, ik weet het al. Like is dit. Like. Nee, dat weet je ook niet. Sub. Is het van Triflo? Nee, het is van die Mick. Hij is eigenlijk de parodie van Druk. Ja, ik heb geen punt, want ik heb... Nee, hij was niet goed. Ik besef nu pas hoe erg die stem van die Triflo guy op die stem van Mick lijkt. Ja, klopt. Je lijkt ook legit op elkaar, qua uiterlijk ook. Weet je zeker dat Mick niet onderdeel van Triflo is gewoon? Nee. Geen puntjes bij deze, jongens. Jammer. Sub. Abonneren. Katy Perry. Met I Kissed a Girl. Fucking goed! Uitstekend! Boom! Lekker goed, Katy Perry, dat is mijn favoriete muziek. Jongen, jij luistert Mika, hou je bek van. Lollipop. Hoe luistert dit om gewoon nog even in die vibe van vroeger te komen? Komt nog wel, chicks kussen. Oh, oké, volgende. Bassistent Roxanne natuurlijk. Dit is een bassistent. Maar dit is echt... Ja jongen! Hoe kan ik hier tegen spelen? Wat is dit? Ook niet. Hij weer 1 seconde heeft hij. Ik wist dat het een bassistent feestje was. Ja, oké. Die komt nog wel 2 keer in, die bassistent, maar... Roxanne. Goed opletten met deze. Goed opletten een keer. Sorry. Oké. Guus Meeuws Brabant. Ja, die was echt net eerder. En ik loop hier alleen. Dit is, hoort die guy ook weer? Je hoeft de naam niet te zeggen, alleen de naam van het nummer. Ik weet het, dit is echt een goede... Ik heb 0 herkenning. Echt? Ja. Je gaat er gewoon op af op basis. Ja. Als hij nu Jan Vennegoor maar wat hij nu neuriet, is een ander nummer wat ik net hoorde. Maar ik ga het toch zeggen, hij zei net On The Floor. Nee. Dat neurde jij net. Dat heb ik echt al lang niet geluisterd, dit nummer. 2009 is hij. 2009, 31 augustus 2009. En verder luisteren? Ja. Ik ken het nummer precies, maar ik weet... Voor mij zingen ze de titel niet. Dit was een tijdje lang de best bekeken video op YouTube, hè, omdat... Ja. Je gaat hem niet raden. Nou ja, hoe heet het ook weer? Stereo Love. Ik wilde Stereo Night zeggen. En ik dacht, dan ga ik mezelf voor lul mee zetten. Ja, voortaan moet je gewoon zeggen, had ik gezegd, nou wel in de buurt, had je misschien daarna geweten. Jammer, jammer. Dit is een intro. Huts. Afvallen is dat toch wel niet? Nee, dat was gewoon een random intro. Oh, ja. Puntje. Knullen op mijn hoofd en ik space en even Milo, deze is voor jou, jongen. Deze is voor jou. Deze is voor jou. Deze is voor jou, Mika. Ja? Ben je klaar voor? Nee, kut. Ja, dit is alleen van Lacey, Jerome, Mika. Ja, ja. Dat nummer. Ja, ja, dat weet ik niet. Dat, nee. Weet je het ook niet? Nee. Dus dit is van een serie, toch? Niemand kent dat nummer. Ja, behalve dan van die meme. Je weet niet? The Day You Walked Away. Nee. Baby, I'm Yours. Oh, ja. Klaar voor de volgende? We zijn helemaal niet klaar. Set your mind for realistic. Ja. Nee, het is Year of Summer, heet dat nummer. Nee, hier staat realistic, set your mind for. Year of Summer, nou, van nu Scheuzenbroek. Komt de volgende. Nee, ik kom Jan Vennegoor, denk je? Ik denk dat hij er binnen de komende 5 van zit, ja. Komt de volgende. Ja, dit is een liga van Clonnie Games. Ben je het zeker? Ja. Dat is goed! Yes! Come on! Ik wilde even Habiba zeggen, maar... Een liga van Clonnie Games. Lekker. Die is goed, ja. Een liga. Een liga. Milo? Jan Vennegoor. Dit is voor jou. Dit is een moeilijke. Hallo, even klikken. Ik heb geklikt. Hallo. Ik moet hem uitzetten nu. Sorry. Speed. Oh, je weet ik weer. Ja, dat is dat KSI-nummer, dat is van de... ground shaking. Yeah. Speed, iets met speed. Ja, maar ik weet het nu, ik weet precies welk nummer het is, maar ik weet de titel niet. Hoe heet dat artiest? Sway. Still speeding. Godver. Hij doet goed. Godver. Speed, ik zei het. Ja, ja. Volgende. Handen bij de knop. DMP liedje. DMP liedje is dit. Hoe ben je echt? Hey, de volgende is 5 punten. Ja, laten we dat maar gaan doen. Om nog verder uit te lopen. Let goed op. Ik weet hem. Dit is of die van Matthy of die van mij. Ja, dit is, ga nu een keuze maken. Dit is de Fifalosophy district van de FIFA Day. Weet je het zeker? Ja. Is goed. Ja. Kijk, het is altijd een soort van wat je niet als eerst zou denken. 5 punten. 5 punten, is goed hoor. Dit is eerlijk. Nu staat het weer 9-8. Zo werkt dat hier. Wacht even Matthy, ik moet met je praten. Wat heb je nou gedaan? Volgende is 500.000 miljoen punten. Klaar voor? Jan Vennegoor. Nee. Hou je bek. Ja, ik wil de originele titel horen. Laten we doorlopen dan. Nu is dat de originele titel. Precies, Jan. Maar hij zat er echt niet in, Jan Vennegoor. Ja. De originele titel, maar wil je van het originele nummer of wil je van hoe die Jan Vennegoor officieel heet? Die heet gewoon Jan Vennegoor volgens mij. Maar... Jan Vennegoor. Nee, ik ben maar het originele nummer kent toch niet, want iedereen kent alleen tu. Nou, 239 miljoen mensen hebben dit nummer wel gezien, dus in principe... Ja, de titel ga ik echt nooit van mijn leven kunnen geven. Wil jij nog raden? Ja, geen idee. L'amour toujours. Oh, dat had ik wel zo kunnen weten, ja. Ja, ik ken deze naam wel, maar ik had het nooit geweten. Puntje voor Jan Vennegoor? Ja. Nee. Klaar voor de volgende? Ja, zie ik op. Hij drukt gewoon op meteen, gaat al nadenken. Ik moet hosselen van Boef. Hosselen, heet dat toch? Hosselen is goed. Ja, hier. Boom, hoe snel kent hij dit? Ik heb het nummer echt nog nooit in mijn leven gehoord. Dat wilde ik graag zo houden. Ik ook niet, maar hij luistert hier fucking vaak dit. Hosselen. Jij en Rob altijd. Voor de muziek blijft wel hosselen en luisteren. Ondertussen keihard gaan, jongen. Ik ben in de buurt, ik moet hosselen. Vision heet de paradie. Doe een dans. Godverdomme. Godverdomme. Wat de fuck? Doe een dans, doe een dans. De volgende is 3 punten. Oké. Gio Pekies met Hanwee. Godverdomme. Hoe kan dit? Drie. Je wordt echt vies geoond, jongen. Ja. Oh my god. Toegestemd. De volgende. Hier was 1,5 punten waard. De volgende is voor jou. Oké. 5 punten. Dat was weer eerder. Kloks van Coldplay? Ja, goed. Ja, tuurlijk, ja. 5 punten. Goed nummer trouwens. Nou, vind ik wel een beetje homo-nummer. Nee, even Jan Vennegoor zitten. Je gaat eraan van Kai van der Reek. Godverdomme. 8 punten voor de volgende. Dat is toch heel simpel? Leuke sfeer, maar ik moet er wel stoppen. Ik heb hier de allerlaatste vriend. Oké. Okay. Ik zou, als je aardig bent, laat je Milo even drukken eerst. Nee. Jawel. Oké. Okay. Wow, ik weet niks. En ik zeg Ronjans, niemand was zo beest als we... Ronjans lied. Weet ik voor hoe de nummer heet. Nee, ik weet ook niet meer. Echt niet? Ronjans song. Ronjans afscheidslied. Afscheidslied. Hij is goed. Jawel, ja. Hij is goed. Keukenrol, keuken. Verdiende winnaar. Ronjans, ja. Jij zorgde voor alle ballen. Ik had die problemen met timing, hè. Wie heeft er gewonnen? Even kijken, even naar het tellen. Jij hebt gewoon 1, 2, 3, 4 groen. 4 van de 26. Ja, maar bro, hij klikt binnen een nanoseconde en weet alles. Het is echt niet normaal. 4 van de 26. Mensen, ik wil je bedanken voor het kijken. Dankjewel, de groeten, doei. Holy shit, echt mijn oren doen nog pijn. En mijn tuin was of beat, een beetje vals in het refrein. Maar zo is het wel begonnen, beetje jong en onbezonnen. Zit ze snel voor op FIFA en ging onderweg en tonnen, wauw. Je ziet mijn haar en je denkt, daar komt het dubbel in. Kocht BTC, niet voor later een verdubbeling.